Jof, hallo! Hey! Hey! We zijn er weer, het is nog steeds tering heet! Hey! Ja. Zoals je kan zien heb ik een lekker bezweet koppie. Dat komt omdat er in Nederland blijkbaar tropische temperaturen zijn. What the fuck, mensen? We hebben Oké, tropische. Ik ben echt aan het sterven. En ik ben die Hollander. Het is dag 32 van de onmogelijke hitte in Nederland. We spraken iemand van het volk. Een doodnormale burger die zijn mening gaf over het klimaat. Ja, kijk, het is heel simpel. Het is gewoon echt, het is gewoon fucking heet. Dit is niet waarom ik naar Nederland ben gekomen. Niet voor deze extreme hitte. Anders was ik toch wel in Afrika gaan wonen, jongens. Laten we even godverdomme allemaal met z'n allen normaal doen, jongens. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, de man van niks naar kliks. Het boek is af. En het is... amazing. Ik weet dat ik naar mijn eigen hoofd heb gelikt. Het spijt me. Als jullie me al langer volgen dan vandaag, dan weet je dat er zoiets bestaat als de Kelfam. De familie waarin we met z'n allen chillen. Dus join it. Het is een feest. Het is echt magistraal. Het is echt... oh my god. Ik ben al anderhalf minuut in deze video. Ik had nog niet eens een hap genomen van deze paprika. En ik heb hier ook een kat waar ik het vandaag over ga hebben. Die fucking veel geluid maakt. Noortje, stil. Silence. Stilte voor opnames. Dank u. Oké, laat me zitten. Ik zweer het je, het is echt heet en ik maak deze video, dus ik zou graag als bedankje, zou ik even een abonneertje willen. Kunnen we dat fixen? Oké, dankjewel. Tot zover de meest zinloze introductie. Tot zover de meest zinloze introductie ooit. We gaan beginnen met de video. Zoals jullie kunnen zien, hangen er achter mij ballonnen. En als je goed kijkt naar deze ballonnen, dan zie je dat het samen een getal vormt. Namelijk 25. 22. En dat is de leeftijd van Nina op dit moment. Net als mijn leeftijd. Hey, what's good, motherfucker? Ja, Nina, mijn lieftallige vriendinnetje, was laatst jarig en ze werd 22 en het was een legendarische leeftijd, want je kan helemaal niks als wat je eerst ook mocht. Wat? Uitleg. Lekker. Editor, serieus, gaan we nou bij elke one-liner een of andere grappige edit maken, want dat kun je bij alles doen, hè? Dat kun je bij winkelwagen! Snap je? Het is gewoon niet grappig als je het overal bij doet. Kaassoufflé! Klaar! Afklaar! Klaar! Over het feit dat als je 22 wordt, dat je eigenlijk niks meer mocht dan toen je 21 was. Dus het is een van de meest zinloze leeftijden ooit. Maar hey, doe eens gekje met het normaal genoeg. En daarom besloot ik om Nina een onvergetelijke verjaardag te geven. Namelijk, het verhaal zit een beetje als volgt. Op een dag stuurde Nina mij deze foto met een berichtje waarbij ze zei: kijk hoe schattig deze poesjes zijn. Ik wil graag zelf ook deze poesjes. Kom, mijn vriendin, voor Otje. Dat is echt leuk. Zeg lief. Maar please. Waarop ik zei: nou, schat, laat even wel wezen. Ik vind Otje vind ik al genoeg. Hè. Is al genoeg hoofdpijn. Ga nog een tweede kat nemen. Ben je lijp of zo in je hoofd, god, met je Groningse kakbek. Groningse kakbek? Wat? Ik heb zelf een Groningse kakbek. Maar afgezien van het feit dat ik echt niet per se zin had in een tweede kat, dacht ik, nou, dit kan ook wel eens het begin zijn van een geweldig idee. Namelijk, Nina is over een maand jarig. En als Nina over een maand jarig is en ik doe nu alsof ik geen kat wil, dan is ze waarschijnlijk over 30 dagen al vergeten dat we dit gesprek ooit hebben gehad. Waarna ik vervolgens de baas van de opnames waar ze was kan bellen om te vragen waar deze katten vandaan komen. En dan ga ik met haar op de verjaardag naar die kattenplek toe en dan gaan we een kat uitkiezen en dat is een... Ik had bijna mijn verhaal af. Gewoon nog een klein beetje adem had ik nodig. Ik moet harder trainen. Lang val kort, het leek me grappig om haar te verrassen met deze kat. Voor haar verjaardag. En dat ging er ongeveer zo aan toe. Veel kijkplezier, geniet ervan. Vriendinnetje en vriendje content. Yeah. What's good? Goedemorgen. Nina is vandaag jarig. High five. Yes, you're 22 now. You're a warm and actual woman now. We gaan vandaag iets doen, Nina weet niet wat. Het is een van de weinige keren dat het mij gelukt is om een verrassing echt een verrassing te houden. Ja, dit ziet er iets beter uit met zonnebril. Grapje. We gaan het, let's go. Let's move. Go, 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 go. We zitten in de auto. En ik ga even een navigatie instellen. Maar als ik weet hoe lang we moeten rijden, dan weet ik ook of we echt iets gaan doen. Wij moeten 1 uur en 16 minuten rijden. Jezus, we zijn aangekomen op plaats van bestemming. We Nina. Zijn bij een huis in fucking Uden. Ja. Wat gaan we hier doen? Dit is echt creepy. Ja, het is niet creepy. Ja, maar ken ik die mensen? Anders staan ze gewoon de camera voor hun neus. Willen die mensen wel dat jij hem filmt? Ik hoop het. Heb je het gevraagd? Weet ik niet. Kijk, dat is heel awkward. Of ook de mensen die ik ken. Vind je het spannend? Je vindt het spannend, hè? Dag. Goedemorgen. 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 Dit is Nina. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Hoi, Nina. Corine. Dankjewel. Dag, Corine. Hallo. Alles goed? Ja hoor. Gaan we naar buiten?
Goldius, we krijgen nog een poesje. Of niet? Of ben ik namelijk blij met een dode mus? Oh my god, ja echt? Ja. Is het echt of niet? Wat? Anders ben ik straks blij met niks. Krijgen we nog een kat? Ik krijg poesje! Yay! Oh my god, sorry. Hallo, yes, yes, yes. Ik krijg altijd mijn zin. Oh, ze zijn echt lief. Heb jij deze uitgezocht? Deze heb jij al een keer in je handen gehad, volgens mij. Volgens mij niet hoor, dat kan toch niet? Jawel. Oh, ik zei nog, toen heb ik nog een foto naar jou gestuurd. Toen zei ik, oh, mag ik alsjeblieft die meenemen? Ja, daarom wist ik zeker dat dit de goede waren. En toen zeiden ze nog, ja, ze zijn nog te koop. En toen had ik een foto naar jou gestuurd, zei je, nee Nina, we nemen niet nog een tweede kat. Oh, wat grappig dat ik deze al vast heb gehouden inderdaad. Otje krijgt vriendin. Yay. Yes. We moeten de juiste keuze maken, want ja, Otje die heeft denk ik in haar leven één keer een andere kat gezien. En dat ging er niet zo heel goed aan toe. Reconstructie. Dat ging niet zo goed. Dus dit wordt ook nog wel even spannend als onze nieuwe poes straks thuis komt. Maar we moeten even eentje hebben die een beetje ruggengraat heeft. Dus eentje die gewoon een beetje zijn mannetje kan staan. We moeten gewoon een hebben die tegen Otje opkomt. Want Otje is echt een terrorbeest. Ja, moet ik nou kiezen? Ja, echt waar. Ik weet het niet. Anders moet jouw cadeau? Ik ga dan in jouw cadeau uit. Hoezo? Anders kiest toch ook mijn verjaardagscadeau uit. Ja, oké. Okay, Dikkie. Ja? Doen we gewoon grote. Oké, okay, top. Grote. Lekker. Top. Maar je gaat het echt leuk krijgen hoor. We hebben een keuze gemaakt. Het is dit de is ze. Dikkie geworden. De grote. De grote geworden. Nu moeten we nog een naam zinnen. Grote papi, je gaat mee. We kunnen gewoon papi noemen. Nou, even normaal. Even normaal doen. Is mijn cadeau. Kleine papi. Weet je wat wel handig is nu? Nee. Omdat we toch een uur terug moeten rijden. Heb je een uur om een naam te bedenken? Want je mag ook nog de naam bedenken. Oh ja, yes. Ik hoef geen invloed te hebben op de naam. Heel erg bedankt. Bedankt. Ja, sorry mama dat ik je kind meeneem. Alsjeblieft. Dankjewel. Birthday present. Mission accomplished. Nou, wat zag Nina er toch weer fantastisch uit. Het poesje ook. Het poesje zag er ook fantastisch uit. Maar Nina zag er ook fantastisch uit. Laten we niet te diep ingaan over de schoonheid van mijn vriendin. Want ja, ik wil jullie niet allemaal jaloers maken. Dus ik hou erover op. Oké? Mocht jij nou binnenkort ook jarig zijn, net als Nina. Morgen of zo, volgende week, volgende maand of volgend jaar, weet ik veel wat. Dan heb ik wel een leuk cadeautje voor je. Ga naar calvijn.nl. Kom een boek van niks naar kliks. Leuk voor op je verlanglijstje. Ook voor kerst tegelijkertijd. Dus Sinterklaas ook meteen doen. Hé, hey, feestje, neem mee op vakantie van niks naar kliks. What's good, motherfucker? Ik zweer, ik ben wel serieus. Het is wel echt een legendarisch. Hij is bijna uit. 1 augustus, hij is bijna uit. It's gonna be great, man. It's amazing. Nina en ik kwamen thuis na het ophalen van deze poes. En daar stond nog een andere verrassing op haar te wachten. Hey. Lief. Wie heeft dit gedaan? Heb je doen jij aan het werk gezet? Stefan heeft het gedaan. Versiering. Versiering, papies. Oh my god, deze confetti. Je moet deze doos openmaken. Okay. Yay. Dat wou ik graag. Omdat je 2 bent geworden. 2 keer 2. 22. Holy shit. Of 25. Wat een mooie vlaggetjes. Hebben die zo vlaggetjes, hè? Maar het tandoe dure vlaggetjes. Dat vind je mooi? Ja. Nice. Lekker. A real boyfriend doesn't only buy a cat for a girlfriend's birthday. Also buys slingers. And balloons. Motherfuckers. That's right. That's right, motherfuckers. Mijn buurjongen, Stefan, dankjewel nog steeds. Hey, papi was good. I love you, man. Pra, 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 pra. Oh, spijt me. Het was niet de bedoeling dat ik je sloeg. KSI vs. Logan Paul, what was good? Oké, rustig aan. Het huis was dus versierd, het was legendarisch, maar... One does not just turn 22, okay? A girlfriend just one time turns 22, so we got stepping up a notch, motherfuckers. Dat was Engels voor iemand wacht maar 1 keer 22, dus we moesten nog wat beter erbovenop doen. Dankjewel, ik zal even vertalen. Dat was hem Limburgs voor je wordt maar 1 keer 22 en dan was het hem een beetje beter down. En dat was dan weer Gronings voor je wordt maar 1 keer... Ja, oké, laat me zeggen. Comedy. Ik word een beetje mentaal van mezelf, maar dat word ik al een paar jaar, dus ik ben er inmiddels aan gewend. Oké, okay, what's good? Ik had nog een verrassing voor Nina. En dat ga ik niet, daar ga ik niks over zeggen. Dat was dit. Oké, okay. De laatste verrassing is er. En hiervan weet ik ook zeker dat Nina het chill gaat vinden. Oké, wacht. Er is een nieuwe verrassing voor jou. Kom eventjes. Kijk wie er voor de deur staat. Wie? Ja. Chill. Nee, chill, kom later pas. Even links kijken. Staat een vrouw. Moet je even een handje schudden. Oh, hallo. Hi, ik ben Claudia. Van Sura aan de deur. Oh my god, Kelvin, dit is amazing. Dit is echt amazing. Nou, dan loop je weg. Yo, gaat hier? Nee, het gaat hier gebeuren. Nee, het gaat hier gebeuren. Claudia is masseur aan de deur. Ben je klaar voor je 60 minuten lange massage? 60? 60. Echt? Toch? Okay. 60, ja. Hè? Oh ja. Mijn god, oh, moet ik in slaap vallen? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Echt helemaal. Ik ben
Nina was echt blij. Ja, ze was echt blij. Je ziet het. Oh my god. Of niet, ik weet het ook niet precies. In ieder geval, toen Nina haar massage kreeg, hebben Stefan en ik besloten om Otje en Loortje, ja, want zo heet ze inmiddels, ze heeft een naam, Loortje. Het is zeg maar bijna hetzelfde als Otje, dus we halen het door elkaar. Het is fucking irritant, kutnaam, maar ja, Nina mocht hem bedenken, maar ik wou het dikker noemen, oké? Okay? Loortje best wel dik, dus ik wou gewoon dikkie, maar dat mocht niet. In ieder geval, Stefan en ik besloten om de katten aan elkaar te introduceren en dat was fantastisch. Dat was leuk. Kop van Loortje, what the fuck? Kijk daar. Oké, we zitten op dit moment in een lastige keuze. Namelijk, we weten dus niet of Loortje uit de kooi moet. En of dat verstandig is. Because we don't know if they're gonna kill each other. Or they're just gonna chill. We don't know. Maar het ziet er niet echt gezellig uit. Het is een lastige situatie, mensen. Oké, we hebben besloten om het gewoon maar te doen. En te denken, fuck it. Ik vind het wel reeds spannend. Want ze zijn geen vrienden. Dat merk je nu. Die blikken van die beesten, ze lopen elkaar kapot te maken. En we hebben Loortje nu uit de kooi gehaald. Nina krijgt een massage terwijl wij dit even oplossen. Zo. Die zag ik niet aankomen. Sick ass. Oh my, I'm looking over here from the bushes. The animals are approaching each other. There's a form of contact. Can't really understand what they're saying to each other. Oh, so something's happening, something's happening. The Otje seems fine with the situation. Then you have the Loortje. The Loortje who's stressed out. Fucking stressed out. But we're seeing progress. We're seeing progress. I'm gonna stay here for a couple days. Check in with you later. Maar, ja fam, nu heb ik iets leuks te melden. Want, ja zeker, abonneren op mijn kanaal, kopen boeken op kavijn.nl. Maar, Loortje en Otje hebben elkaar getroffen. Op een mooie maandagavond was het zover. Jullie hebben elkaar gevonden, een soort van. Look at this cute motherfucker. Loortje, are you happy cat? Je ziet er een beetje zielig uit, ik weet het. Ze kijkt een beetje sneu, maar ze is op zich wel blij denk ik. Want ze eet vet veel, ze is een beetje vatzig en super gezellig. I love you. Oké. Loortje, ik wil je bij deze officieel welkom heten in de Kelfam. Je bent onderdeel van de Kelfam. Het is de meest leuke, gezellige, de meest epische familie van Nederland. En Nina, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En iedereen die in de toekomst jarig is, van harte gefeliciteerd met dit boek. Wat je tante of je oma of je moeder voor je heeft gekocht. Omdat je nog op een verlanglijstje had gestaan. Oké, zelfpromotie. Ik geef geen fuck. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Daag! Gewoon een boek van 12 pagina's moeten maken. Die zijn niet zo hard. De tand doet 256 pagina's. Helemaal lijp.